De brandstofprijzen gaan weer omhoog, dus tanken we in het buitenland. Vier regiogemeenten maken speeltuinen rookvrij en Carillon in Kasteel Wijchen gaat er toch niet komen. De accijns op benzine zal vanaf 1 juli met maar liefst 14 cent per liter toenemen. En diesel wordt 10 cent duurder. Hiermee worden de prijsverschillen met tankstations in Duitsland en België nog groter. Voor diegenen die dicht bij de grens wonen, kan een kleine omweg naar ons buurland een stuk voordeliger zijn. In Berg en Dal trekt het onbemande pompstation van Tink nog altijd veel bezoekers. Maar een klein stukje verderop bevindt zich een Duits pompstation, waar bezoekers vanaf 1 juli, de dag waarop de accijnstarieven stijgen, voordeliger kunnen tanken. De dichtstbijzijnde pomp in Duitsland is 3 kilometer verder. Dus dat is de moeite waard om, als het meer dan 25 cent is, even om te rijden. Ja, zeker. Je ziet daar al ontzettend veel Nederlanders. Ook voor de boodschapjes. En je maakt een soort combi, hè. Dus je doet daar boodschapjes voor bepaalde dingen, zoals producten voor verzorging en dat soort dingen. Die zijn ook wat goedkoper daar. En dan doe je meteen tanken. Dus je ziet veel Nederlanders hier de grens overgaan, ja, inderdaad. Regelmatig in Duitsland boodschappen doen. Even winkelen, even shoppen, even niks doen. Een broodje eten daar, naar de Aldi. Ja, een stuk goedkoper ook als hier. Ik vind het heel jammer. Ik zou het graag wat goedkoper zien. Maar ik heb er ook helemaal geen tijd voor. Ik heb jonge kinderen, dus dan moet ik helemaal naar Duitsland voor mijn tank. En als ik dat afstreep naar elkaar, dan levert het me uiteindelijk niet meer op. Tank leeg rijden, dan rijd ik daar naartoe als het 14 cent voordeel geeft. NVM voorspelt dat de accijnsverhoging leidt tot meer tanktoerisme. Het bedrijf heeft een groot tankstationnetwerk in 4 landen die behoorlijk van elkaar verschillen in accijns. Nou is niet alleen accijns bepalend voor een prijsverschil, heeft met inkoopprijzen te maken. Maar als je gewoon even naar Nederland kijkt, dan komt daar zo in de BTW een 16,7 cent bij. Dat verschil, dat maakt dus dat er een groot verschil met Duitsland ontstaat. En dan moet je echt wel denken aan meer dan 20 cent. En dan loont het feitelijk ook de moeite om een stukje te rijden om elders te gaan tanken. Nou, dat is een beetje het vreemde in Europa. Dat we proberen één Europa te zijn, maar op die accijns grote verschillen hebben. En elk land bepaalt ook zijn eigen accijnsbeleid. Ja, dat doet nu Nederland, dat doet Duitsland en België ook. Ja, wij vinden dat zeker daar waar we als Nederland een vrij grote grenslijn hebben. En dan moet je denken aan Duitsland en België. En zouden wij daar liever een stuk harmonisatie in zien, waardoor je die gekke verschillen eruit krijgt. Met de laatste week van juni in zicht is de verwachting dat de pompstations een piekmoment krijgen. Maar of er op de valreep nog een voordelige benzinevoorraad wordt ingeslagen? Nee, dat heeft geen zin voor mij. Ik rij niet zoveel. Dus, Nee, ga ik ook niet doen. Nee. Nee, dat zie ik niet zo zitten. Ik bedoel, zo ver gaat het voor mij ook niet. Tenzij het verschil erg groot wordt, 50 cent of zo. Maar dat verwacht ik niet. Nee, dat niet. Nee. Zo erg is het ook weer niet. Weet je, als wij moeten tanken, dan gaan we erheen. Maar we gaan niet overdrijven. Wijchen, Druten, Beuningen en West-Maas-en-Waal hebben recent alle openbare speeltuinen rookvrij gemaakt. Dat wil zeggen dat er een bord is geplaatst met het woord rookvrij. Het is geen officieel verbod. Handhaving zal dan ook niet plaatsvinden. Evenwel hopen de vier gemeenten dat mensen bewust worden van dat kinderen in een rookvrije ruimte moeten kunnen opgroeien. De bewustwordingscampagne komt voort uit het project Rookvrije Generatie van de GGD Gelderland-Zuid. Ja, er werd lange tijd over gesteggeld, maar het lijkt erop dat er nu geen Carillon gaat komen in de toren van het Wijchens Kasteel. De stichting Vrienden van het Wijchens Carillon, die zich hiervoor hard maakte, heeft de hoop op een positieve uitkomst opgegeven en de strijdbel begraven. Ze geven aan dat bureaucratie, procedures en tegenwerking een rol hebben gespeeld bij dit besluit. Het CDA Wijchen betreurt dat het onafhankelijk onderzoek nu niet meer zal plaatsvinden. Wethouder Ann Smol vertrekt na ruim 400 dagen als wethouder van de gemeente West-Maas-en-Waal. Ze gaat aan de slag als gedeputeerde voor de boer-burgerbeweging in de provincie. Voor Mol is dit een prachtige stap, maar de gemeente West-Maas-en-Waal verliest hiermee wel een sterke wethouder. Mol is erg in de schijnwerpers gekomen tijdens het granulietdossier van Zembla bij Over de Maas in Dreumel. Met dit dossier heeft Mol het zelfs tot in Den Haag geschopt. De gemeente Beuningen plaatst op Instagram een uitnodiging voor een dialoogavond op donderdag 29 juni. Inwoners kunnen die avond in gesprek gaan met Oekraïense vluchtelingen die nieuw in de gemeente zijn komen wonen.
De avond duurt van 8 tot 10 uur en vindt plaats in Theater De Molen. Ja, en we blijven nog even bij de gemeente Beuningen, want na alle problemen rondom de avondvierdaagse doet de gemeente nu ook een oproep naar verkeersregelaars voor de Nijmeegse Vierdaagse. Het gaat daarbij natuurlijk specifiek om de woensdag van de wandelmars wanneer de deelnemers door Beuningen lopen. Het gaat om een vrijwillige functie, maar je krijgt wel een cadeaubon en een lunchpakketje. Ja, en Hart van Heteren meldt op Facebook dat de gloednieuwe huiskamer van Heteren is genomineerd voor de beste bibliotheek van Nederland 2023. Op zaterdag 11 februari werd de huiskamer geopend waar de bibliotheek in gevestigd is. Op donderdag 9 november zal bekend worden of ze de prijs ook echt hebben gewonnen. Het was vandaag net iets minder warm dan vooraf werd verwacht, maar met 26 graden in de regio was het nog steeds een prima mooie zomerse dag. Vanavond blijft het ook nog lang warm en er staat haast geen wind. Morgen beginnen we met veel zon. In de loop van de dag zal er wel wat bewolking ontstaan, maar het wordt wel weer warmer. Morgen een temperatuur van zo'n 29 graden. De dagen erna slaat het weer langzaam maar zeker iets om. Zondag zal nog wel meevallen. Het wordt die dag dan nog zo'n 29 graden. Maar later op die dag, kleine kans op een bui, misschien zelfs met wat onweer. Datzelfde geldt voor de maandag, wanneer het ook niet warmer wordt dan 26 graden. Vanaf dinsdag is er een grote kans op regen en ook de nodige onweersbuien. Ja, en tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website natuurlijk, rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. En nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update, maar erin een interview met algemeen directeur Wilco van Schaik. En maandag zijn we er weer met een reguliere nieuwsuitzending. Geniet van het weekend en graag tot maandag.